Hartelijk welkom allemaal vandaag bij de opening van de mini-biep voor de wijk. En wij vonden het wel als bewonersorganisatie een leuk idee om voor onze wijk een mini-biep te maken. Ook in verband met sluitingen van de gewone bibliotheek en het ja, toch een beetje teruglopende verkoop van boeken en zo, vonden we toch dat boeken een tweede kans verdienen. Vandaar dat we op het idee kwamen om deze mini-biep vandaag te installeren, op te hangen en te openen. En we hebben een buurtbewoner gevonden, die gaat vandaag de biep officieel in gebruik nemen. Ja! Ja! Yeah. Yeah. Hey. Die biep officieel geopend. Sowieso voor de wandelaar, voor de contacten. Het is wel de bedoeling dat als je de een brengt, je ook wel weer een andere terugbrengt. Dan zou die in de muffe tijd leeg zijn. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben allemaal kinderboeken, Rick. Moet je kijken, joh. Ja. Tim en de Tovertrein. Dikkie Dik. Nog een Dikkie Dik. Dikkie Dik. Op de bouwplaats. Maar ook om met elkaar de contacten te krijgen. We praten eens met elkaar. En hoe voel jij de boek? En zo, ik ga zorgen dat die er komt. En ik ga bij die kijken. En het zo doorpraten, zodat je veel contacten met elkaar hebt. Want dat vind ik wel heel belangrijk hier op de dijk. Ja. Nou, het is door eigenlijk door Rick Timmer is het ontstaan. Heeft hij dat op Facebook gezet van wie heeft er nog oud materiaal? Wie heeft er nog spullen? Nou, daar is super enthousiast op gereageerd. Dus ja, in de Muffentijd zat dat ding in elkaar. Ja, ja, ik kom eraan, Rick. En we hebben ook een mini-gastenboekje. Wat houdt dat in? Nou, dan kan iedereen die deze mini-biep komt bezoeken, die kan een leuk berichtje achterlaten voor de volgende lezers. Wat hij van deze mini-biep vond of alles mag je erin zetten. Ja? De mini-biep is ook aangemeld bij mini-biep.nl, kinderzwerfboek.nl en mini-bibliotheek.nl. Je gaat ermee drukken of zo? Ja. Plastic en funesses. Het lijkt wel een beetje science fiction of ding. En ik ga dadelijk zometeen dingen zeggen waar je op kan letten. Ja, dan gaan we nu beginnen. Nou, het is namelijk zo dat tegenwoordig, kijk, jij hebt nou een camera en dan kan je dus heel makkelijk een foto van iemand maken. Maar het is de kunst om een tekening te maken van elkaar. Het is namelijk zo, ik ben directeur van een modellenbureau, dus ik ben hier modellen aan het spotten en ook onbekend talent. En dat moet je dan aan elkaar koppelen en dan zijn ze hele bijzonder mooie portretten aan het maken. Eilen, ze zitten in mijn klas. Met de kinderen en met Daphne van het hoge drukgebied. Dus het is reuze gezellig. Is het in countryside? Dus ze mogen ze mee naar huis nemen en in laten lijsten uiteraard verkopen. Die neemt de gele en Johnny neemt de rode. Oké. Als jij die gele doek in de zak doet en je smaakt met een rode stok over de gele doek, doe maar. Pak hem maar. En John, jij doet die rode in de zak en je smaakt met een gele doek. En een kikje. Thank you.
We zijn een tour aan het maken door de huizen. Wij hebben hier vandaag het Wapperende Handen Straatfeest. En alle bewoners steken vandaag de handen uit de mouwen om ze hier even een stukje mooier, vrolijker, gezelliger te maken. Was dat dan zo nodig? Ja, er was wel wat nodig in Charloes in de Zeegestraat. Dus veel jaren is van dit hele blok veel overlast geweest. Nage huurders, verval, gewoon veel overlast. En de moed was iedereen een beetje in de schoenen gezakt. Dus er was wel iets nodig om weer de energie erin te krijgen. En weer te lachen en samen te proosten op een mooie toekomst. Ik ben de plantenmoeder. Ja, precies. Dus ik geef even een beetje tekst en uitleg aan iedereen hoe je het moet doen. Deze straat heeft wel een geschiedenis van narigheid. En het project wil gewoon zorgen dat het er een beetje aangenaam uitziet. Dat de overburen naar iets kijken en dan denk ik, planten maken eigenlijk gewoon alles gelijk al heel erg gezellig. Ik ga wel even een schepje pakken voor Guy. Wat is het nou vandaag te beleven op dit Wapperende Handen Straatfeest? We zijn gestart met theater op locatie. Dus even opnieuw naar deze omgeving kijken samen met kunstenaar Bart van Lieshout. We hebben een workshop paradijsvogels maken. Mensen hebben zelf allemaal eten meegebracht. Dus eigenlijk is het gisteren al begonnen in alle keukens. Ja. Er worden planten geplant in de bakken. Er worden tekeningen gemaakt, scènes van huiselijk geluk op de ramen. En we hebben heel veel muziek. Ja, en het is mogelijk gemaakt, gelukkig, door stadsontwikkeling, cultuur concreet, bewonersinitiatief. En zelfs de supermarkt die sponsort, hè? Ja, supermarkt MCD in Charloes heeft ons gesponsord. En alle kunstenaars en alle wijkbewoners die hier zomaar hun handen uit de mouw steken en laten wapperen. Toen het nog Nieuwpop heette, dus in de jaren 80 toen kwam ik hier op. Mevrouw, wilt u nog de groetjes doen? Ja, tuurlijk. Ik doe een groetjes aan iedereen die er is, die ervan geniet, van het lekkere weer. Ga al naar huis? Nee joh, wat denk jij nou? Even een rondje lopen, even kijken. Ik vind het heerlijk. Het is gewoon mijn uitje van het jaar als oude huisvrouw zijnde. Is het wel echt heel heerlijk dat ik gewoon één keer per jaar gewoon helemaal los mag gaan. Dat is echt geweldig. Is het niet een beetje weinig één keer per jaar? Nee. Normaal zit ik in een soort gouden kooi. Is best te doen. Wat zijn de hoogtepunten? Of kan je beter? Ik ben er nog niet zo lang, dus dat kan je niet aan mij vragen, helaas. Alleen voor de patat. Ja, en de lauwe witte wijn vind ik ook heel lekker, ja. Komt u uit de buurt? Nou, min of meer. Ik ben hier vlakbij geboren. Ik woon nu in Brielen. Ja, hey, mijn oma woonde in Charloes. Mijn moeder kwam daar vandaan. Telt dat? Ja, ik ben zo'n 3 jaar geweest. En wat vindt u ervan? Ik vind het een gezellige deugde. Bam. Weet je, mijn leeftijd trekt dat niet meer. Ik ga gewoon om 8 uur word ik afgevoerd. Dat is na het hoeveelste witte wijn? tweede, ik ben de Bob. Nee, ik heb mijn tent vergeten, anders was ik wel gebleven.
En voor iedereen de groetjes, hè. Mama, ik hou van je.